In het European Space Innovation Center in Noordwijk vond maandag het zeer exclusieve symposium Door Meten Tot Weten plaats. Het Leidse bedrijf Cozijn presenteerde deze middag innovaties waarmee André Kuipers werkt in de ruimte. Voor Unity TV vroegen we welke apparatuur onze astronaut precies mee heeft. Nou, misschien heb je wel de nachtfoto's gezien de afgelopen weken in de krant. Hè? Die hebben op de voorpagina van heel veel kranten gestaan. Die nachtfoto's zijn gemaakt met onze apparatuur in het Space Station. Is een nachtcamera die door André Kuipers gebruikt kan worden om foto's te maken. Met een hele lange belichtingstijd, waardoor je fantastisch mooie donkere foto's in de donkere nacht kan maken. Waar je alle lichtjes prachtig ziet opgloeien. Verder zit er in het Space Station een 3D-camera. Die speciaal gemaakt is om in het Space Station mooi in 3D te kunnen zien hoe het er precies uitziet en waar de mensen mee bezig zijn. En die wordt ook door André Kuipers gebruikt. We staan hier vandaag voor de 3D-camera. Wat is het bijzondere van deze camera? Nou, het bijzondere is dat deze camera initieel ontwikkeld is speciaal voor de ruimtevaart. En onze astronauten in de ruimtevaart die hebben natuurlijk niet tijd om een hele opleiding cameraman te volgen. Dus we waren op zoek naar een camera die eigenlijk met gelimiteerde kennis heel goed te bedienen is. En dit is de camera waar André Kuipers nu in de ruimte mee werkt. Ja, onder andere, maar ook andere astronauten. Deze camera is een commerciële versie van de camera die we in de ruimte gebruiken, maar het heeft hetzelfde principe. En dat is inderdaad het gebruikersgemak, veel eenvoudiger te bedienen. En dat is natuurlijk niet alleen iets wat handig is voor astronauten, die niet zoveel tijd hebben, omdat ze de hele dag bezig zijn. Maar dat is natuurlijk ook heel handig voor gewoon consumenten zoals jij en ik. De 3D-camera, het gaat erover van hoe technologie uit de ruimtevaart naar andere sectoren kan gaan. Loop ik binnenkort u ook te filmen met een 3D-camera? Nou, dat denk ik wel. Dat zou eigenlijk niet zo lang meer moeten duren. Want als je in 3D filmt, kan je het ook voor 2D gebruiken. Dus waarom zou je niet? En wat wij hebben laten zien met de camera in het Space Station en ook de camera's die wij met ons bedrijf aanbieden, is dat je op dit moment met een hele goede kwaliteit 3D kan maken zonder dat het eigenlijk meer hoeft te kosten dan je het nu met een gewone camera doet. Omdat de technologie eigenlijk al ontwikkeld is. En waarom het leuk is dat het voor de astronaut is ontwikkeld, is dat de eis daar was dat het heel eenvoudig te gebruiken is. En dat betekent dat de camera's die wij ook voor 3D camera's maken, heel eenvoudig te gebruiken zijn en daardoor eigenlijk net zo eenvoudig als een gewone camera. Lopen wij binnenkort ook allemaal met zo'n camera rond? Nou, dat zou heel goed kunnen. Je moet je voorstellen dat zelfs ik zou met deze camera kunnen werken. En als je toch kijkt wat er op dit moment in de markt te vinden is op het gebied van 3D-camera's, zijn dat eigenlijk alleen de hele grote filmproducenten die daarmee kunnen werken. En ik kijk er naar uit dat we gewoon heel gemakkelijk 3D kunnen filmen in high definition. Jij en ik, dus ja. Hoe ziet de toekomst eruit? De toekomst ziet eruit dat er heel veel technologie die overal al ontwikkeld is en die eigenlijk nog maar nauwelijks gebruikt wordt, dat we die overal gaan inzetten zonder dat we daar helemaal opnieuw hoeven te beginnen van alles te gaan maken. En als dat binnenkort werkelijkheid is, kunt ook u in 3D filmen.